wel klaar. Dus ik moet daar even klaar zijn. Dus tijd te nemen. De eerste officiële oorzaak deskundige. Je bent ook initiatiefnemer van de Democratische Orde Eindhoven, die nu bijvoorbeeld in opbouw is. En ook moeder van twee zonen. Ja. 14, 15 jaar, dus mijn dochter is 15, dus ik weet een beetje hoe dat is. Ken je ook van Sintens, onder andere. Ja. Verder heb je een achtergrond in antroposofie. Ik krijg allemaal moeilijke woorden. Met die woorden gaan we natuurlijk die vrachtwagenchauffeurs niet bereiken. Dus dan moeten we nog wel even over nadenken hoe we dat gaan benoemen. Onderwijs, museologie, bedrijfskunde en ICT. Dus voor jou 10 minuten. Ik ga even je verhaal erbij pakken. En dan maak jij ons. Goed, nou, zo ziet mijn kantoor er ook nog wel een beetje uit, moet ik eerlijk bekennen. Maar mijn kinderen moeten wel een beetje om lachen. En ik dan denk dat mijn kleinkinderen straks echt helemaal in een deuk liggen. En zeggen, was het zo vroeger? Echt lachelijk. Nou, goed. Het kan ook anders. En dit gebeurt al. En dit is naar binnen. Maar in deze zijn we al zover dat we overal kunnen werken. Elke tijd, elke plaats, met wie we willen, wanneer we willen, hoe we willen, of we willen. En dat is denk ik de toekomst. En niet eens zo erg veel de toekomst, want het woord gebeurt nu al. Maar we hebben nog en. Dan hebben we een stukje massaproductie, een stukje massaconsumptie. Als je dat ziet, je wordt er gewoon naar van. En als ik kijk naar, en ik loop met mijn kinderen, een van die jongens is gek op de action. Echt, die kan ik daar gewoon een dag achterlaten. Het is dat hij te oud is en ik geen BSO meer nodig heb, maar ik zou hem gewoon onmiddellijk in de action achter kunnen hebben. Die wil alles voelen, alles vasthouden. Eigenlijk liefst alles hebben. En ik denk al jaren, god, we hadden het vroeger ook niet, we misten het niet. Ik dacht vroeger niet, hadden we maar een action. En nu denk ik, hadden we maar niet. Want wat moet ik met al die zooi en die meuk? En dan moet je weten, ik ben een verzamelaar, mijn man is ook een verzamelaar, we hebben een groot huis, het staat helemaal vol. Maar het zijn allemaal spullen van tantes, moeders, opa's die overleden zijn. En als alle kraaien geweest zijn en iedereen heeft alle glimmende dingen uitgehaald, dan denk je, hé Bas, Jacqueline, je hebt een heel groot huis, kun je dan de rest doen? Nou, ja, dat kan. Dus alles staat gebeurd. Ik geloof niet in het verleden tijd. En ik merk ook bij mensen om me heen, er is een soort verzadiging van... Ja, ik wil het niet meer. Ik wil het niet meer. Gelukkig, de jonge generatie bij Sintens heb ik 2,5 jaar met onder andere mensen uit de creatieve industrie gewerkt. En die zijn op zoek, hoe kan je alle dingen weer hergebruiken. Dus al die nieuwe dingen, al die zooi, die hebben we allemaal niet nodig. Dus daar stoppen we mee, dus die mensen kunnen ook allemaal wat anders gaan doen. En ik heb ook verschillende mensen om me heen die zeggen, goh, onze nieuwe uitdaging is, we gaan ergens wonen en we gaan het doen met wat we hebben. We hebben dan niet eens een inkomen meer nodig. We regelen gewoon onze eigen spullen. Ja, eigenlijk zoals het vroeger was. En misschien kun je zeggen, ja, die zijn gek. Echt, ze hebben toch een auto nodig, verzekeringen. Maar goed, ik zie het verschuiven. Ik zie mensen heel anders met geld, met spullen, met elkaar omgaan. Want ik denk, nou, het zou nog wel eens een heel andere kant kunnen gaan. Wat ik er ook een beetje aan merk is, en wat ik vind, en dat vond ik als klein kind al, alle mensen praten elkaar na. En vroeger als kind kwam ik dus al in de problemen, want ik deed dat niet. En nou komen mijn kinderen in de problemen, want ik heb geleerd dat ook niet te doen. Want ik leer mijn kinderen, denk zelf na. Denk bij dingen van, is dat waar, is dat niet waar? Ja, dat is lastig. En dan ontdek je inderdaad, ja, de ene is misschien waar, maar de andere niet. Dus wat is waar? Wat is waarheid? En het heeft met jezelf te maken, het heeft met de ander te maken en alles wat daartussen zit. En dat is iets wat ik belangrijk vind in het leven. En ik zie dat bij steeds meer mensen ontstaan. Wat is de waarheid? En het leuke is, dankzij internet gaan steeds meer mensen die vraag zich ook stellen. Want nou ja, de onderzoeken vliegen je op de oren.
Dan denk je, nou weet je wat, ben ik slim, dan ga ik kijken wie het onderzoek betaalt. Hè? Dan kan ik in ieder geval nog die waarheid een beetje inschatten, wie welk belang heeft en waarom die zogenaamd onderzoeken het tegenovergestelde bewijzen. Maar goed, zelfs dan, het internet is zo groot geworden, zelfs dan kom je er niet uit. Nou, dit is ook een optie. Ja, ik bedoel, die man die kan gewoon een genie zijn. Waarschijnlijk is hij het ook. Heel veel mensen die gigantisch in het probleem komen, zijn genieën. Mijn kinderen, ze zijn hoogbegaafd verklaard. Jippie kan ik wel zeggen, ik heb zulke slimme kinderen. Nou, we hebben niks als problemen. En als het zo doorgaat, en als ik een moeder zou zijn die zegt, ga maar in een schoolbankje zitten, doe maar gewoon de juf zeg, die heeft goed gestudeerd. Dan zitten mijn kinderen, nou ik weet niet wat die man precies is, kan ik niet zien van deze omstandigheden, maar zitten mijn kinderen ook zo. Nou, dat wil ik. Tenzij het misschien heel gelukkig is, maar ik denk dat ze beter terecht kunnen komen. En verzorgd en meer gewaardeerd en meer geaccepteerd met de mensen en omgeving waar ze mee omgaan. Dus, onderwijs. Ja, wat zijn we aan het doen? Vanuit het ministerie wordt gewoon berekend, je hebt een klaslokaal, je moet zoveel kinderen inkomen, zo'n vierkante meter, 2,5 vierkante meter per kind, past precies een bankje en een tafeltje in. Ja. Niet te veel bewegen, want dan heeft de buurvrouw of buurman last van jou. Mijn kinderen hadden al meteen een probleem, want dat tafeltje is best heel klein en mijn kinderen zijn ook verzamelaars. Dus als die in de klas zitten, moet daar veel op die tafel liggen. Maar ja, dat heeft die buurman ook. En die man, die jongetje legt steeds zijn lineaal op mijn helft. En dit is toch de helft, dit is mijn helft toch? Waarom legt hij steeds zijn spullen op mijn helft? Oké, goed. Dus ik geloof hier niet in. Ik vind het zelfs zielig. Ik vind het gewoon, het hiërarchisch model vind ik niet fijn. Je vinger opsteken tot je aan de beurt bent. En mijn zoon zegt altijd, want die stellen heel veel vragen, heel veel moeilijke vragen. Dus die werd ik altijd overgeslagen. Mam, ik heb vandaag bijna niks gedaan op school. Ik heb de hele dag zo gezeten en de juf gaf iedereen een beurt behalve mij. Ik denk, ja, dat snap ik wel. Nou, maar dat is niet leuk. Dus ik zeg, ik doe het niet meer, ik stop ermee. Dus ik hoop dat er iemand in Eindhoven was die een nieuwe school zou beginnen, die dat niet meer deed, maar die wou niet. Dus dacht ik, ga ik het zelf maar doen. Ik dacht van, ja, ik ben zo'n klas op de bankjes gaan zitten. Maar Nederland, ja, iedereen zegt Nederland is klein, maar ik vind Nederland kei groot. Dus Vlaanderen is kei groot. Ik ga lekker in het bos zitten, ruimte zat, zo bankjes, zo tafeltje. Soms handig, maar als het niet handig is, waarom ga je er dan zitten? Je gaat niet met z'n tweeën in een bankje zitten wringen als het niet hoeft. Ik snap het gewoon echt niet en mijn kinderen met mij snappen het ook niet. Dus ik zeg, ga lekker in het bos zitten. Op het moment dat dat handiger is, ga binnen zitten op het moment dat dat handig is. We kunnen gewoon alles doen wat we willen, we zijn vrije mensen. Laat kinderen spelen, laat ze ontdekken. Hè? Vanaf 0 tot 4 zeggen we van, joh, wat een knap kind heb ik. En we laten ze hun gang gaan, ze doen ons lekker na. Hopelijk doen we iets verstandigs, hè, als ze ons nadoen. En ze leren van alles. Ze leren het meest in de eerste 5 jaar, zeggen we. Wat gaan we doen? Ze zijn 4 of 5 jaar. Nou moet je in een bankje zitten, dan staat er een vrouw of meer van de klas. En die weet hoe het in elkaar zit in het leven. Die weet ook hoe de wereld eruit ziet over 20 of 30 jaar. Dus die gaat jou precies vertellen. Dus mondje houden, goed opletten en nadoen wat ik doe. Nee, nou, ik vind het wel een beperkte situatie, zeker op de lagere school. Hè. Middelbare school heb ik nog geluk dat er heel veel leraren zijn. Dat je nog eens wisselt, dat je nog eens verschillende standpunten hoort. Maar de lagere school ben je gefeliciteerd. Dan sta je een jaar lang met jezelf juf of meester. De beste bedoeling hoor. Ik bedoel, ik heb niks tegen al die mensen, maar ik denk dat systeem niet werkt. Laat ze onderzoeken, laat ze ontdekken, met elkaar samen. En laat ze samenwerken op momenten dat samenwerken efficiënt is. Als samenwerken niet werkt, weet je, dan werkt het niet. Als jij solistisch beter bent, zwak, ga je gewoon lekker je eigen gang. Dan hoef je niet meer autistisch genoemd te worden of hè, iemand die Asperger heeft, die werkt liever zelf. Dat is een solist. Als je die dwingt om samen te werken, want dat is goed, want dat is goed voor later. En later moet je met alle mensen kunnen samenwerken, hoeft helemaal niet. Misschien gaat hij iets heel anders doen en gaat hij helemaal niet samenwerken. Wie bepaalt dat nou? Dat bepaalt hij zelf. Dus het gaat erom dat hij lekker in zijn vel zit, positief zelfbeeld heeft en ervoor kiest wanneer hij wil samenwerken of niet. Dus laat ze gewoon lekker hun gang gaan. En als je dan later groot bent, hè, je ziet hier in deze een jongetje met een verrekijker. Nou ja,
voor mannen zeggen ze nog wel eens, het zijn net grote kinderen. Dan denk ik, jippie, yes, weet je wel. Laat iedereen gewoon een stukje kind blijven. Ik ben altijd blij als er ergens een legohoek was. En mijn kinderen gingen legoen, want dan moest ik wel helpen. Want ik dacht, dan kan ik ook even legoen. Zeiden ze van, hé, mam, je hoeft niet te helpen. Ik zelf wel, nee, ik ga jou helpen. Ik vind het gewoon leuk om te legoen. Dan kun je allerlei dingen bouwen en doen. En 5 minuten later is het weer wat anders. Onbekende mogelijkheden. Nee, dat moeten grote mensen ook blijven doen. Iedereen praat elkaar maar na. Ga gewoon spelen. En dat is wat we doen op een democratische school. We gaan spelend leren, we gaan onderzoekend leren. En soms gaan we ook voor meesterschap. Nou wil ik het kunnen, nou wil ik het beheersen. Maar voor mezelf, omdat ik het graag wil kunnen. Omdat ik denk dat ik er verder mee kom. En niet omdat iemand dat voor mij bedacht heeft dat dat goed voor mij is. Terwijl ik er niks bij voel. Of terwijl ik er zelfs weerstand bij voel. Dan word ik constant in onzekerheid gebracht. En wordt er namelijk gekeken alsof er iets mis met me is. En ik denk dat het goed is voor de maatschappij dat we niet gaan bedenken, we hebben dit soort banen en dan moeten we mensen voorbereiden. Nee, we hebben mensen. Die mensen gaan het even laten zien. Dit ben ik. Ik ben Sander bijvoorbeeld. Dit kan ik en dit doe ik. Daar ben ik goed in en daar niet. Je bent een soort wandelend portfolio en je laat zien wat je kan. En iedereen kan wel iets. Dus dan zijn we ook van alle verschillen af, in de zin van dat verschillen vervelend of heel naar zouden zijn. Of nee, verschillen zijn juist leuk. Hè? Uit verschillen ontstaan juist nieuwe dingen. Mijn vraag is eigenlijk voor vanmiddag, wat is er nodig om te mogen leren zonder toetsen en diploma's? Want daar ben ik helemaal klaar mee. Het zegt helemaal niks. En zeker als je wat slimmere kinderen hebt, die geven briljante antwoorden op vragen. Het is het foute antwoord, maar het antwoord dat zij geven is vele malen briljanter dan het antwoord wat het had moeten zijn. Dus dan denk ik, ga daar eens naar kijken. En stop gewoon met toetsen en diploma's. En ga gewoon een mooie wereld maken met elkaar.